Zo, we zitten alweer op de helft van het menu. Voor de volgende gang hebben we een mooie lasagne gemaakt. Dus in plaats van een pasta hebben wij een knolselderij gebruikt. Dus wat doen we? We hebben die knolselderij heel rustig in de Green Egg hebben die gegaard. Voor 8-9 uurtjes. Het ligt er eigenlijk een beetje aan de grootte van de knolselderij. We hebben er hele mooie dunne plakken van gesneden en hebben uitgestoken. Daarbinnen hebben we een bechamel gemaakt. Op basis van jonge pecorino kaas. We hebben wat crunch van gerookte amandelen. En een compot van prei. Dat zit hier in het bakje. Voor 6 minuten op 160 graden in de oven. Er zijn er nog twee bakjes bij aan de zijkant. We hebben hier een saus gemaakt van gefermenteerde champignons. En aan de zijkant hebben we wat geraspte jonge pecorino. Dus om te beginnen heb ik een pannetje klaarstaan met kokend water. Dus ik schuif de lasagne alvast in de oven en dan leg ik de rest uit. Oké, dus ik zet de timer voor 6 minuutjes. Even kijken, voor dit gerecht heb ik een iets groter bord. Het is mooi als je het bord warm maakt voordat je de lasagne erop doet, want dan houdt hij de temperatuur zelf ook mooi vast. Wat ik net al zei, ik heb een pan met kokend water. Als je de saus mooi erin zet en als het water aan het koken is geweest, zet je het vuur uit. Dan kan de saus mooi warm worden in die 6 minuten tijd. En wat gebeurt er? Zo verdampt hij niet. Dus stel je doet hem gewoon in de pan en je laat hem net te lang erin zitten, dan verdampt hij. En dan gaat de zoutsmaak eigenlijk omhoog en dat is wat je niet wil. Want dan wordt het gerecht in één keer te zout. Dus nu moeten we heel eventjes nog 5 minuten wachten. De timer gaat af. Ik heb de saus mooi in de pan warm laten worden, dus die kan eruit. Ik haal de lasagne uit de oven. Gebruik een theedoek, want hij is natuurlijk super warm. Zo, dan kan je het bakje mooi openmaken. In de tussentijd heb ik het bord mooi warm gemaakt. Je kan de lasagne mooi in één keer eruit halen. Voor de saus heb ik een lepeltje nodig. Mengen we eventjes door. Het mooie nu is echt, het heeft een nul vochtverlies, dus de smaak is precies zoals we hem bedoeld hebben. Saus mooi eroverheen. En als finishing touch hebben we de geraspte jonge pecorino. Nou, zo dit gerecht is klaar. Ik zou zeggen, eet smakelijk en ik zie jullie zo weer.